Nou, doe jij even dat kerstpakket even uitpakken? Natuurlijk. Ja, hey, we hebben een nieuwe kerstpakket gekregen van onze leverancier Smurf Kappa. Die hebben wel wat liefde en energie ingestoken. Heel goed, wat zit erin? Dat is een goede vraag. Gaan we even openmaken. Volgens mij was het een Italiaans pakket. En, want dit is de Toren van Pisa, ik weet niet of je dat door hebt. Wauw. Maar wat is dit? Lauwrecht. Ja, dan wel een rechte variant. Met allemaal Italiaanse snacks volgens mij. Dit is een Nova. Dikke klomp Nova. Lekker! Cocktails, espresso martini. Oh, die is voor mij. Die is wel, voor mij. Ja, kijk eens. Ja, dank je. En laat me kijken alsjeblieft. Love dat is de tweede, dat is er nog één. Oh, lekker, lekker. Love it. Oh, nog eentje. Ja, is voor mij. Ja, hoe heet die dingen? Van die stevige koekjes. Cantuccini. Ja. Nou, we hebben nog een deel 2. Is dat een idee ook voor een Fit Piggy doos, dit? Wat is dit dan, joh? Melo. Kijk eens. Oké, okay, lekker, lekker, lekker. Voor mij. Lekker, love it. En geurstokjes. Oh, nou, love it. Love it. Van de pop bij ons. Voor als Patrick naar de PC is geweest. En nog een game dat test your brain. Oh, dat is voor niemand hier. Voor mij is dit Memory. Voor Patrick. Memory met allemaal Italiaanse Colosseums en dat soort dingen. Maar je hebt natuurlijk wel, hè, als je dan alles in elkaar zet. Kan wel even duren. Was dit ook een stoel? Ik vind, dit is ook wel iets voor Fit Piggy, hè? Volgend jaar ook dat we dan zo'n cadeaudoos hebben. Oké, okay, nou, test de doos. Nou, leuk man. 100 kilo. Geweldig. Kan er gewoon op. Heel leuk. We laten natuurlijk heel hele leuke dingen zien. Want je zag net dat Yuri een kerstpakket aan het uitpakken was. Tof. Verdeeld onder personeel, heel veel lol om. Zijn er ook wel eens dingen die niet helemaal goed gaan? Zoals nu bijvoorbeeld. Hebben ze de stroomkabel, zouden ze vervangen? Hebben ze de internetkabel eruit getrokken, kapot? We hebben geen internet. Iets wat lastig in een bedrijf wat daar wel redelijk van afhankelijk is. Maar goed, we gaan gewoon door. En ondertussen wordt er druk ingepakt. We staan nu beneden in de loods. En jullie hebben al veel gezien van boven. Maar hier wordt ook nog keihard gewerkt. Hier staan alle dozen, liggen alle bars. Die worden ingepakt en die gaan dan jullie kant op. Deze die staan al klaar. Er zijn vandaag kerstboxen online gegaan, ook de adventkalender. Ik zal de smaken niet laten zien. Kijk, die liggen hier klaar. Die gaan er straks allemaal uit. En... Oh, zie ik hem. Ja, kijk. Er wordt heel hard gewerkt. En ze zijn ook heel leuk. Dus dat is ook wel heel belangrijk. Vervolgens denk ik dat ik maar even op onderzoek uitga hoe we internet zo snel mogelijk kunnen fixen. Want dat is wel een probleem. Oké, ik ben druk bezig. Het is vandaag vrijdag. Het was een horrorweek. Ziek. Stroom was eraf, zoals jullie zagen. Ook wel leuke dingen, want heel veel kerstpakketje binnengekregen. Jullie zagen al dat die eentje druk aan het uitpakken was. Er is hier nog van alles binnengekomen. Binnen staat nog van alles. Hier wordt ondertussen nog druk gedraaid, maar ik hoor alweer heel wat gescheld en getier. We zullen even snel kijken hoe de status is. Of ze een beetje vrolijk zijn voor het weekend. Hallo. Ik kom even kijken wat jullie status is voor het weekend. Ja. Ja! Lekker! Ja? Hebben jullie er zin in? Luut. Altijd zin in. Ja, hè? Ik zei al, het was hier een bewogen week. Zeker. Maar daar leren we van. Ja. De week is nog niet om. De week is nog niet om. Hallo. De week is nog niet om. Nee, het komt goed. En jij, Chantal? Ja. Heb jij er ook zin in? Zeker, altijd. Gelukkig. Lekker afwassen. Dat is helemaal tof. Ja, dat hoort erbij. Gezellig. Zometeen. Gaan we naar de kerstmarkt, dus ik ga zo Bertje inladen en Bart pakken. Ja, we hebben al heel veel publiek. Oké,
Oké, we staan op de kerstmarkt. We zijn net begonnen. Het begint al lekker donker te worden. Ik heb twee kleine helpers meegenomen. Die zijn een aardig ruzie aan het maken. Want het moet natuurlijk wel allemaal goed gebeuren. Bente, volgens mij heb je de eerste sale al gedaan, toch? Ja, kijk, daar komen allemaal mensen al. Oh, er komen mensen. We zijn er helemaal klaar voor. Oké, Bente, ondernemer in het op. Dat komt helemaal goed. Jij doet alles, hè? Ik ook, hè? Oké, nou dan ga ik koffie drinken. Okay. Dus hey, zie je straks, hè?